Laat het gewoon nou allemaal zien. Want kijk, hier ligt ook genoeg. Komt er weer iemand op een verwachte visite? Ja, die wil niet op de vlog. Sorry, lieve vriend, ik moest even aan mijn papo te denken. Maar oké. Ik wens jullie als eerste weer een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is inmiddels al laat, tenminste wat heet laat. Ik noem dat geen niet laat meer, leg je maar net aan hoe laat je begint met filmen. Ja, je hebt ook andere prioriteiten eerst te doen. Vanzelf. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag zondag 4 juli en we leven om 13:42. Ja. En ik kreeg vandaag maar een heel raar briefje naar binnen in mijn brievenbus. En aan mevrouw, het is volgens mij van een buitenlander, en of ik een tuinman zocht. Nou ja, iemand die mij helpt om die tuin op te knappen. Maar hoe hij het weet, weet ik ook niet. Ja, misschien volgt hij mij ook, maar hoe weet hij me dan op te vinden, weet je? Maar ja, door vragen wordt men ook wijs. Maar ik weet het anders ook niet. Of ja, iemand heeft hem weer op mijn dak gestuurd zonder dat ik er weet van heb. Laat ze eerst vragen naar mij. Van, is het goed dat ik iemand naar je toe stuur als hulp voor je tuin? Ja, dat kan ik altijd beslissen, ja of de nee. Maar oké, ik kan hem bellen. Hij heeft zijn telefoonnummer achtergelaten, dus dat komt wel goed. En dan vraag ik ook aan hem van ja, hallo, hoe weet jij dit? Want ik heb het zelf verteld aan jullie, aan mijn volgers. Is het een volger? Dan kan die het weten, ja. Maar ook via anderen, of het zijn lulverhalen, weet je? Je weet het niet. Maar oké, daar komen we snel genoeg achter en ik hou jullie daarvan op de hoogte. Het is bij loopt tegen 2, dus ik neem eerst even een broodje en daarna laat ik mijn meisjes even uit. Want het wordt weer de hoogste tijd dat die weer uitgelaten worden. En dan komt het allemaal wel weer goed, zou ik zo zeggen. Dus geniet en veel plezier met hetgeen wat jullie gaan doen. Zo zeggen. Later. Ja, zo lieve vrienden, ik ga maar eens aan het werk, want het is één en al haar op de vloer en op de bank. Ook weer in de vaatwasser aan de gang, het leegruimen en weer vullen, want het is één dikke puinhoop. En met niks doen brandt je kacheltje ook niet, hè. Hoeft de kachel niet aan, maar met niks doen wordt je huis ook niet opgeruimd, nee. Ik ben ook met mijn spel bezig, maar dat moet even blijven gaan. Zodra ik de wortels zie, ga ik weer even zitten, want ik moet nog een trein wegsturen met wat wortelen erbij. Dus ja. Zo ben je met een spel bezig, dan ga je toch ook even je huisje aan het werk. Ja toch? Ja, dat ik kan wel denken van ik laat het jullie zien, maar jullie zien het straks wel. Ik laat het gewoon nou allemaal zien. Want kijk, hier ligt ook genoeg. En daar bij de bank ligt ook genoeg. Dus ja, en onder het tafeltje ligt genoeg. Nou, dan ga ik allemaal eventjes mooi wegzuigen enzovoort. En daarna laat ik jullie wel eens zien of het weer netjes is. Ik ga niet stoppen, nou, want ik krijg mijn muis al te lopen. Laat die me weer even doen hoor. Ja, dat met dit wil ik wel even gedaan worden, want ik krijg er zelf last van en dat moet me niet. Ja, en ik moet hem morgen ook even wegwijs leren met mijn bed, want dat heeft ze ook niet echt goed opgemaakt, naar zoals ik dat wil. Dus ik zit iedere keer te hannissen met te weinig spul om me heen, ja. En ik zie nog een dat haar aan een stoel hangen, dus dat halen we er ook even af. Die stoel moet even op zijn kop. Dat weet ik wel. Dan kan ik er beter bij, want ik moet ook even niet. Dat kleeft wat, omdat Elwin maar zijn vacht er onderdoor schuift.
Ja, dan krijg je ook dat smeersel van haar vacht erop. En dan blijft het plakken, weet je. Dus dat wil ik even schoon hebben. Ja, ik hou daar niet van. Dat vind ik smerig. Dus dat gaan we ook even nog doen. En ja, dan komt alles goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, zo lieve vrienden. Ik denk, ik kom maar weer even terug. Want ik had al lang veel breed eerder terug kunnen zijn. Maar ik was bezig met stofzuigen. Ik had alles al gestoft. Op één ding na nu. Dat is wel de bovenkant van mijn bureau. Maar niet waar mijn toetsenbord en alles staat. In al die vakjes. Dat heb ik nog niet kunnen doen. Ik was aan het stofzuigen. Komt er weer iemand op een verwachte visite? Ja. Die wil niet op de vlog. Respect ervoor. En ik ben druk bezig geweest. Ik heb nou ook net mijn eten op. Ik heb nog een bak koffie staan en een coronabiertje. Lekker. Ja, ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. Zo is het ook wel weer hoor. Maar ja, oké. Ik ben al met de meisjes weer uit geweest. Ik heb Karen aan de telefoon gehad. Dus ja, al met al, druk. De vaatwasser heeft gedraaid, dus ook daar is het schoon. Enkel nou weer een beetje vuil van mijn eten net. Dus ja, was druk. En dan ga ik jullie zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan met z'n allen. En ik spreek jullie later nog wel, voordat ik naar bed toe ga. Als ik het niet vergeet, want ik ben het van de week ook weer een paar keer vergeten. Maar ja, als je hoofd ergens anders hebt... En niet waar je wezen moet, ja, dan gaat het wel eens eventjes mis. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik denk dat jullie dat ook wel eens hebben, dat jullie met je hoofd ergens anders zitten. En dat je weer eens iets vergeet daardoor. Ja, kan allemaal. Hé? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En tot later. Doei!